Fancy Some Friction, Honey in Kunsthal Rotterdam presenteert werk van 33 door kokkiesnoer geselecteerde kunstenaars. Zij speelt al meer dan 30 jaar een belangrijke rol in het kunstklimaat in Rotterdam. Volgens Kokkie kunst grappig, bizar en zelfs lelijk zijn, maar nooit saai of voorspelbaar. Kokkiesnoei heeft nooit interesse gehad in de aan de mode onderhevige voorkeuren van de kunstelite. Ze is curator van ontmoetingen. In 1985 besloot Kokkie haar eigen agentschap op te richten om de kunstenaars in haar vriendenkring te koppelen aan potentiële kopers. In 1989 opende ze galerie Kokkiesnoei aan de Witte de Witstraat. In 1995 verhuisde de galerie naar de Mauritsweg. Kokkie combineerde foto's met schilderijen, collages met sculpturen, opkomende kunstenaars met vergeten kunstenaars en jonge met oudere kunstenaars. Vanaf het begin hield ze zich bezig met controversiële thema's op het gebied van seksualiteit, genderidentiteit en macht. Na schaalvergroting, onder andere een tweede galerie in Amsterdam, besloot ze in 2011 weer te krimpen en zich te richten op Rotterdam met hedendaagse thema's als queerness, postkolonialisme en gentrificatie. In 2015 ontving zij de cultuurpenning Rotterdam. Kokkiesnoei heeft meer dan 30 jaar een bijdrage geleverd aan het culturele leven van de stad. Haar succes is niet alleen haar gevoel voor humor, maar vooral ook haar moed om dingen op haar eigen manier te doen. Bij de tentoonstelling hoort een gratis boekje met allerlei interviews met verzamelaars, kunstenaars en curatoren. Kokkiesnoei heeft meer dan 30 jaar een bijdrage geleverd aan het culturele leven van Rotterdam.